Sony Media. Ruben Tijl, 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 Ruben Tijl. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goedenacht, lieve luisteraars. Heel hartelijk welkom bij een nieuwe podcast van Ruben Tijl, Ruben de podcast. En kleine reminder, wij doen al onze jingles zelf. En live. Live. Ja, want, live is live. Want onze productie weigert jingle-tijd in de studio te regelen. Dus moeten we dat elke keer zelf doen. Dankjewel, Tony Media. For nothing. Nee hoor. We love you. Net op tijd. Het is een heel fijn bedrijf. En laatst was Sander hier nog... Nee, die zie je eigenlijk nooit. Ik krijg een appje van Sander. Het is... Tony Media is een heel fijn bedrijf. En iedereen die daarvoor werkt is vaak heel erg tevreden. Bam. Wie is Tony eigenlijk? Ah. Die heb ik nooit gezien. Nee, dat is dat doen studenten. Kakkerstudenten die eigenlijk Job Juris heten of Roderick Pim. Die noemen elkaar dan Barry of Tony. Het is een ander verhaal, maar het is super boring. We moeten, nou ja, ja, ik vind het best leuk. Nee, het is iemand die jij altijd, vindt het boring, het omdat is, jij het al weet. Het is iemand die altijd reacties gaf op de podcast. Die heette zo en toen hebben ze het bedrijf zo genoemd. Oh. Ah. Ja. Echt waar? Ja, daarom. Ik vond wat ik had verzonnen ook leuk. Nee, maar mensen moeten het gevoel hebben dat het niet verzonnen is wat we doen. Laten we dat moeten we bestrijden. Nou, in dat geval kan ik u vertellen dat het jaargang 4 is, aflevering 71. En deze podcast is te beluisteren vanaf 8 september, het jaar des heren 2023. Ja, iedere tweede vrijdag. Het is om de week op vrijdag. Bam. Het is altijd op vrijdag om 4 uur. En dan de ene week wel en de andere week niet. Zo kan je het onthouden. Ja, is goed uitgelegd, ja. Hè? Ja. 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 Ik dus merk dat je daar zelf ook de ene week zit bent. Je geïrriteerd. Ah, oh yes. Het was vorige week. Dit is vorige week al. Ah. En dan weet je... Ah, volgende week weer. Onze redactie / productie die kwam al met een goede suggestie. Want wij doen dus een reguliere podcast, zoals jullie weten. Want je luistert ernaar. Daarnaast is er ook nog een extra podcast voor Petje Af leden. Als je naar petjeaf.com/RubenTelRuben gaat, dan kun je daar lid voor worden. Heb je voor €2 per maand een extra podcast. Ja. Maar de suggestie was om het om en om te doen. Dus een reguliere op vrijdag en een week daarna... Op vrijdag, Petje Af. Dan, ja. Dan heb je iedere week een podcast. Ja, dat vind ik dus ook veel logischer. Laat het via Insta even in de reacties weten wat jullie ervan vinden. Want dan veranderen we dat, want zo machtig zijn we. Ja. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dus 2,5 jaar heb gedacht dat dat al zo was. Ja. Ja, maar nee. Vaak zeggen we gaan straks... Weet ik. En dan dacht je dus een week later. Ik dacht, dat wordt een week later pas beschikbaar gesteld. Ja, maar, precies. Maar want volgens mij is dat juist door kunnen luisteren weer ook lekker. Ja, nee, daarom. Maar daarom is het een vraag. En misschien reageren er aantal mensen. Ja, dat weet ik niet. Ja, oké. Dan is sowieso al een voorstel voor die mensen die dat zouden willen. Ja. Denk er dan ook over na. Dat er ook mensen zijn die dat wel leuk vinden, van doorluisteren. Mm-hmm. Ik bewaar hem tot volgende week. Dat je het zelf, dat je het zelf doet. En dan hebben we allebei. Maar dan moet je gewoon wel... Jij doet mij nu denken... De kracht hebben om... Hoe heet ze? Stefanie. Ik ga terug naar de basisschool, de Klokkenberg, te Nijmegen. En daar hadden we één meisje en die was... Altijd zo keurig. En die, neem me niet kwalijk, lieve luisteraars, een klein verkoudheidje te pakken. En die was altijd zo keurig. Die vroeg ook om extra huiswerk soms aan de meester. En als er getrakteerd werd door iemand, dan zei zij heel vaak, terwijl ik hem al op had voordat hij de tafel raakte. Ja. En dan zei zij, ik bewaar hem voor zondag. Die beheersing, dat snoepje keurig in je tas kunnen doen. En dan op zondag lekker het snoepje eten. Ja, ben je benieuwd wat ze nu doet? Hoe het nu met haar gaat? Ja, ik wel. Zou het je opluchten als het een crackhoer zou zijn nu? Zou dat genoeg doen? Nee, nee. Dat gun ik bewaar, echt niet. Ik bewaar deze heroïne tot zondag. Nou, dat kan dus niet met heroïne. Dat is dus iets... Nee, maar dat gebeurt niet met heroïne. Heroïne wordt altijd gelijk... genuttigd. Ja, dat vrij snel.
Dat is een instant product. Nee, oké, goed. Ik zeg, ik neem de crackhoer terug. Fijn. Dat was nergens voor nodig. Nee. Maar bijvoorbeeld wethouder voor... Van de lastige gemeente. Ja. Waar veel problemen zijn. Het bouwen. Of hoop je dat ze gewoon een leefgemeenschap wonen met vrije seks? Dat zou ik gunnen. Deze ja. Ik hoop tot zondag. Deze bewaar ik tot zondag. Nou, als er iets is wat je niet kan bewaren, is het een erectie. Oh ja? Moet je even kijken. Hoe lang heb jij een erectie bewaard? Eerder moet je nu moet je ook uit de kast komen. Nou, je hebt hem. Oké, nou, daar is hij. Oh, die moet je even bewaren. Nou, bewaren maar. Neem ons mee. Nou ja, hoe lang kun je hem bewaren? Nou, doe je handen op je hoofd en til die tafel op. Nee, je kan dat niet een erectie bewaren. Dan moet je de hele tijd vuige gedachten houden. Ja, maar ja, moet dat? Soms gaat het toch vanzelf? Dan is er gewoon een stroom van onophoudelijk vuige gedachten. En dan val je ermee in slaap en nu wordt ermee wakker. Nou, dat is al 8 uur. Ja, maar je krijgt en dan moet de dag nog beginnen. Ja, maar je krijgt ook een andere prikkel. Ja. Komt er een tram langs? Oké, er belt een bezorger aan. Ja, hey, wat kom je bezorgen? Wat is dat voor pakketje? Je kan niet alles erotisch maken. Calzone, oh. Nee, maar een calzone is sowieso niet voor die bezorgd. Een pakketje bezorgd. Jawel. Hier is uw calzone uit Napels. Hoe lang is je onderweg? Moet je even tekenen? Nee. Maar het is... Oh ja, kijk, als je nagaat... Stop! Een pizza dubbelfout. Ik wil het weten. Stop wel. Oké, we moeten dus even duidelijk inkomen na de zomer. Een korte zomerstop gehad. Hoe was jullie zomer? Dan begin ik met jou, Ruben. Sorry. Oh, hij heet ook Ruben. Ik wees toch naar hem. Rotstreek, je keek mij aan. Ik heb een geweldige zomer gehad. We zijn op reis geweest, zoals jullie weten. Ja, want het is meer een reis geweest dan vakantie. Dat wel. Oké. Want we waren dus 3,5 week in Japan. En daar hebben we stedentrips gedaan. En we is vrouw en kinderen? Vrouw en kinderen, ja. Met het gezin. Dat stond al heel lang bovenaan het lijstje. En door verschillende omstandigheden ging dat maar niet door. En nu hebben we het eindelijk gedaan. Nou, dat was waanzinnig. Overal lekker eten. Dat is niet normaal. Ja, klopt. Ja. Dat is, ik bedoel, de sushi in een supermarkt is lekker. Ja, is gewoon goed. Is gewoon een gemiddeld restaurant in Nederland. Het was wel heel warm. Dat vond ik wel. Het was wel zo... in de steden is het al echt erg. 38 graden. Voelt wel als 40. Oh. Zweet loop je over de rug. En dan kom je weer een winkel of een museum in. Dan weet ik het. En dan is het... Het scheelt gewoon 20 graden. Ja. We zijn allemaal een keer voetkouder geworden. Je zei, het was 38 graden en het voelt als 40. Ik vind dat je die nuance kan voelen. Ja, dan neem ik toch een petje vooraf. Ja. Ja. Ja, het is heel klein. Ja, maar het is toch ook met wijn. Die 2 graden kan net het verschil maken. Maar het is, kijk, want 38, dat is je eigen lichaamstemperatuur. Ja, met koorts. Een goede koorts. Ja. Maar 40, dan voel je echt ellendig. Ja, ben je echt beroerd, ja. Nee, en ik voelde me echt af en toe echt beroerd gewoon. Dan kwam ik weer naar buiten en dan... Maar ik ben wel echt, zonder het je te misgunnen, zeer jaloers. Want het moet toch fantastisch zijn in Japan. Nee, het was waanzinnig. Heb je nog gevochten met een kok die beledigd was? Dat is het beeld dat ik heb van Japan. Dat je bijvoorbeeld iets verkeerd doet in een restaurant en dat de kok dan naar buiten iedereen komt. Iedereen is gewoon super vriendelijk. You have no honor! Nee. Okay. Iedereen is super aardig en vriendelijk. En we gingen naar een hotel aan het strand en dan gingen we na een paar dagen weer weg. En er stond de manager met de assistent manager, allebei met een Hawaii shirtje, stonden dan naast elkaar te wachten tot we de koffers in de auto hadden gedaan, even in de taxi, en weg gingen rijden. En dan gingen ze zwaaien en buigen. Oh. Dat is geweldig. Kan ik wel aan wennen, hoor. Dat
Dat lieve. Buigen. Ja. Oh, dat buigen. Dat ze buigen ook de hele tijd. Ja, boog jij terug? Ja, Nee, precies. Ja. Nee, want dat is de deal natuurlijk. Jij kan wennen aan het buigen. Ja, en? En jij buigt terug dan. Hè? Arigato. Maar een vriend van mij, die gaat met een Japanse vrouw. En dan moet dus achteraan, gozaimasu. Want dat vergeet hij dan nog wel eens, als hij bij zijn schoonfamilie is. Dan zegt hij, arigato. Dan krijgt hij een schop. Gozaimasu. Wat, en dat betekent? Arigato is... Dankjewel. Dankjewel. Oh, dankjewel, ja. Of dankje. Ja. En dan is het super bedankt. Of weet ik het. Kozemas is heel erg. Heel erg bedankt. Duizendmaal dank. Dus daar kreeg ik veel complimenten over. Daar waren ze heel blij mee. Arigato. Kozemas. Kozemas. Maar ze willen ook altijd eindigen. Ook met gedag zeggen. Dus dat gaat heel veel... Nee, ja, precies. Dus... Wat? Zeg nog eens. Ze willen altijd eindigen... Met het laatste woord. En nog meer buigen. Nog meer buigen. En dan ga je weer ook buigen. Dus je gaat het haten op een gegeven moment. Ja. Hey, je komt te laat. Het is een wonder dat ze zo'n grote economie zijn geworden. Want ze zijn alleen maar bezig met gedag zeggen. Arigato gozaimasu. Nog meer gedag zeggen. Nog meer gedag. Jij ook gedag. Nog meer gedag. Nog meer gedagger. Ja, precies. Gedagger dan jij. Gedagst. Alle gedagst. En hou ze van te laat komen. Nee. Nee, hè? Nee, helemaal niet. Echt. Maar ook als mensen te laat komen bij hen... Ja, maar dat gebeurt niet. Want de treinen rijden op tijd. Nee, precies. We hebben alles met de trein gedaan. Er was twee keer was het 5 minuten te laat. En dat was omdat er een tyfoon was. 5 minuten? Een tyfoon? Dat is hier één blad op de baan. Ja, één keer kregen we koffie. En daar moesten we even op wachten. En dan kregen we gelijk chocolate cookies bij. In een zakje met so sorry, met een smiley. Ja. Nee. Hoe was dat voor jouw vriendin, gek, hoor. Die cultuur van op tijd? Wennen. Zo'n cultuurshock natuurlijk. Sowieso. Vriendinnen zijn gewoon getrouwd, toch? Nee. Oh, wij hebben een samenlevingscontract. Oh, dat weet ik na 20 jaar nog steeds niet. Nee, ik dacht dat jullie heel vroeger een keertje getrouwd waren. Nee, wij hebben een samenlevingscontract. Dat is echt heel zakelijk. En het was echt de mooiste dag van ons leven. Samenlevingscontract. Namelijk het duurste kopje koffie. Weer koffie bij de notaris. Ah ja, lekker, doe maar cappuccino. Ja. Hebben we niet. Oh. Het is gewoon koffie, room. Een cookie met een beetje suiker erop. Cupje. Nog oud kerstkransje. Cupje. En dat was schitterend. Schitterend mooie dag. Dat we dat getekend hebben allebei. Keken elkaar aan en zeiden we... Ja, gaan we tekenen? Ja. Nou. Zij luistert deze podcast toch niet? Nee. Dus dan kunnen we toch... Ga je misschien nog een keertje? Weet je echt? Nee. Nee? Niet leuk. Bing, bong, bong. Ja, zo met zo'n wedding bell. Zo'n pater die aan de touw hangt. En die paar omhoog gaat. Bij het zakken. Dat ik vind het geen onderbroek. Doe even een broek aan, man. Nou, dan, kijk, nu maak je het weer leuk. Daar komt het klokkenspel vandaan. Hup, die pij weer omhoog. Nee, we hebben allebei niet echt iets met het ritueel. Ja, dus... Oké. Okay. Ik vind het ook eigenlijk best een gek ritueel, eerlijk gezegd. Ja? Ja. Dat je tegenover je vrienden en familie zegt... Helemaal, dat het dus ook vaak gepaard gaat met de mooiste dag van je leven. Want ik ben echt wel veel bruiloften geweest. En dan dacht ik, oeh, zeg hij. Als dit je mooiste dag... Is dit hem? Was dit hem? God damn. Oh, zeg hij. Wat een domper. Vanaf nu alleen maar minder. Ja, vanaf hier, downwards, going down. Dit was het. Vanaf nu langzaam afronden naar jezelf. Ja. Japan dus. Ja, Japan. Jij? Ik ben in Parijs geweest. Oh, mooi. Mooi. Het was ontzettend leuk. Ik ben namelijk... ik ben eerst een weekend... Met wie? Ja, eerst een weekend met vrienden. Ah. En die vertrokken toen op zondagmiddag. En toen kwam mijn oudste met de trein. Naar Parijs. En toen zijn we nog met 2-4 dagen door Parijs gelopen. Oh, jij, je dochter onder en een andere kater. Heb ik... Wat zeg je? Jij, je dochter en een kater. Nou, die... Ja, zondagavond nog een beetje, maar viel mee. Maar ik heb jullie nog een foto gestuurd. Want we zijn inderdaad naar Père Lachaise. Dat was toch zo grappig. Ik dacht, nou,
ben ik even origineel. Ik heb bedacht, we zijn in Parijs met mijn oudste dochter, 16 jaar. Ik ga haar meenemen naar Père Lachaise, het beroemde kerkhof in Parijs, waar heel veel beroemdheden liggen. Edith Piaf, Jim Morrison. Matthijs van Nieuwkerk. Die is toch helemaal niet zo. Nee, zijn carrière ligt daar. Heeft Nee. Nee. Heeft hij een toepet? Ja, groots bewaarde geheim. En wat blijkt, ik had het helemaal niet zelf bedacht. Want de familie waar ik heel erg goed bevriend mee ben en heel veel mee omgaat, die deden dat altijd. Dus ik heb het helemaal niet zelf bedacht. En toen ik daar aankwam, struikelde ik over de toeristen die daar gewoon allemaal met een platte grondje liepen naar elk bekend graf. Waar ik, oh leuk, gaan we eens daar naartoe. Dan moeten we hier even zoeken. Oh, jij ging het ik ontdekken. Denk daar waar al die mensen staan te fotograferen. Oh ja, dus de speurtocht was elke keer vrij. Ja, ja, oh, ja. Bij die laserstralen. Ik denk dat het graf van Jimi Hendrix bij die laserstralen is. Ja, waar het gitaar in de fik staat. Ja, nee. Het eeuwig vuur. Ja. Nee, maar het was heel, heel, heel erg leuk. En we zijn en de week daarna ben ik een weekje naar Kroatië gegaan met de jongste. Want de oudste en de jongste hadden een soort zomerkamp situatie. Precies niet overlappend dus. Waardoor ik dus één week met mijn oudste was en één week met de jongste. Nou, dat is ook leuk. En in Kroatië heel gezellig met, met diezelfde bevriende familie. Hebben we op een katamaran geschoten. Nee. Kroatië, man. Nee, Kroatië is niet meer in oorlog, Ruben. Dat is niet meer. Dit is daar vrede. Ja. Ja, dat is waar. Maar op een katamaran, heerlijk niet gezeild. Geen seconde gezeild. Alles op de motor. Ja. Waarom? Omdat die kapitein, er zat een kapitein op de katamaran. En die zei, no, there's too little wind or too much. Dat zei hij. Dat is of te weinig of te veel wind, maar niet genoeg. Niet goed genoeg. Niet goed. Ah. Volgens mij had hij er niet zoveel zin in. Nee. Ik dacht dat hij gewoon dacht, ja toch. Maar. Zat hij lekker op zijn telefoon. Prachtig land, Kroatië. Let the record show. En jij? Nou, ik denk dat ik gelijk ga aftrappen. Ah, ja. Wij hebben het natuurlijk gehad over die dobbelstenen. Die hebben we ooit bedacht omdat we dan allemaal verhalen zouden hebben. Ja. En dan dobbel je één verhaal en dan kon je die andere niet vertellen. Ja. Die zou je de vorige keer vertellen. Of die zou dan de keer daarna vertellen. Ja. Maar weet je, de keer daarna zijn er allemaal weer nieuwe verhalen. Wij zijn bezig, beste luisteraars, met een beetje het restylen van onze podcast. Rond 1 oktober gaan we onze vierde jaargang echt in. Ja. Dus 4 jaar alweer. Ja, dat moet dan beginnen. Ja, nee, ja, dat is met een gevangenisstraf. Ja. Dat kan je niet, als je dan zit, dus niet dat je 4 jaar al gepakt hebt, maar dat je je vierde jaar van je straf. Dat is waar. Oké, 3 jaar ja, alweer. Ja, zeker. Er gaat niet veel veranderen natuurlijk. Dit nee, blijven de God. Twee beste sidekicks ter wereld. Leuke verhalen, maar een beetje een jingletje erbij. En wij gaan ook gewoon specifiek... Oh, ja, nieuw ja. Jingletje. We gaan naar de jinglewinkel. De jingle store. Ja, de jingle store. En nou, wordt allemaal hartstikke leuk. Dus blijf dat vooral in de gaten houden. Maar... we gaan meer werken op van wat heeft jou geïrriteerd, wat heeft jou geïnspireerd, wat heeft jou gefascineerd. Op basis van dat palet kiezen we een verhaal uit. En ik wil graag aftrappen, omdat het toch te maken heeft met afgelopen zomer. Want ik ben niet zo lang geleden, en wel in de zomer, maar ik heb mijn vakantie ervoor onderbroken, ben ik naar Bayreuth geweest. Bayreuth? Niet te verwarren met Beirut. Nou, niet te verwarren met Beirut, in het Midden-Oosten. Bayreuth is een stadje in Zuid-Duitsland. Daar staat het een van de meest beruchte operahuizen ter wereld. Maar het is grappig, heel veel mensen verwarren het met Beirut. Dus er is ook wel eens een keer een mechanische draak. Dat was dan een decorstuk voor de opera Siegfried vanuit Londen, waar die gemaakt is, naar Beirut nee, gestuurd. Nee. Waar ze een hele grote doos kregen. Met een draak. Met een mechanische draak erin. En die moest naar Bayreuth. Oei, oei, oei. Nou, dat is heel bijzonder, want ik wilde daar al heel lang naartoe. In Bayreuth staat het Festspielhaus. En dat is ooit daar neergezet in 1875 door Richard Wagner. Richard Wagner, beroemde operacomponist. Dat niet alleen, hij was ook toneelvisionair. Zoals wij naar de bioscoop kijken, dat is zijn uitvinding. Vroeger ging ik naar het theater, was alles licht overal. Ik zag je overal lampjes en
Engeltjes en marmer en vloer en fluweel en goud. En iedereen zag elkaar en iedereen was iedereen was lekker aan het kletsen. En die opera die ging weer lekker door op het toneel. Oh, ja? En dan was het ook, ik ben de prins, oh, de prins, waar is de prins? Kijk, een prins, oh, precies, doe me denken aan, ik moet nog vanmiddag... En Wagner, wat zo innovatief aan hem is geweest, dat hij A heeft gezegd, wat er op het podium gebeurt, is het allerbelangrijkste. Dus, als het spektakel begint, dan doof alle lichten. Dus dat bestond wereldwijd nog nergens. Dus dan zat je in een donkere zaal naar het podium te kijken. 1. 2, zei hij... Je moet het orkest natuurlijk niet zien. Dus dat verzonk in een bak. Dat was ook een idee van hem. Serieus? Dus dan zat je eigenlijk naar een beeld te kijken, zoals het bioscoopscherm. Hè? Ja. En ook met nauwelijks onderbrekingen. Dus decorwisselingen gingen door. Waar normaal gesproken het doek even dicht gaat, weer open. Dan een parodies op. Precies, volgende scène. Weet je, echt dat gewoon, we zijn even gestopt, dan gaan we door. Of we doen een open doekje en we herhalen de aria nog een keer, want iedereen vond hem zo leuk. Ja, dus zo ging, maar zo ging de opera, totdat Wagner daar paal en perk aanstelde. En dan ging je naar een hij noemde dat een gesamtkunstwerk, want hij maakte en de tekst en de muziek en het ontwerp decor. En hij zocht de verhalen uit de geschiedenis uit. En dan keek je eigenlijk naar een groot scherm, alles zwart. En dan zag je het verhaal, als dan werd je ook niet onderbroken door of afgeleid door de muziek of door de dirigent. Dat was een soort soundtrack. Wow. Hij wist natuurlijk nog niet dat er ooit echt een beeld zou komen. Nee. Een scherm met opgenomen beeld wat je kon monteren. Ja, ja. Maar hij heeft dat bedacht. Dat is helemaal zijn uitvinding. En dat niet alleen. Hij heeft ook bedacht, ik ga een theater bouwen waar mijn opera's exclusief worden uitgevoerd. En daar moest hij toen heel veel, ik denk omgerekend 50 miljoen voor hebben. Naar de maatstaven van nu. Ja. Hij vond... hij was 60 toen hij aan dit project begon. En hij heeft overal problemen veroorzaakt. Of hij nou in Parijs was. Of in Luzern. Hij is verbannen geweest door de koning. Hij is op de vlucht geweest door schulden. Maar uiteindelijk vond hij dus een fan. Die hij niet wist dat hij die had. Dat was de koning van Beieren. Die kwam op zijn 18e op de troon. Een hele excentrieke homoseksuele jongeman. De bouwer van het Disneypaleis. Ah. Als je het logo van Disney ziet, dat is zijn paleis. Neuschwanstein. In Beieren, beroemd paleis. En die kwam op de troon en die zei... vind Wagner voor mij. Wagner die was weer ergens op de vlucht voor schulden. Duurde een maand voordat hij gevonden werd. En die hoorde, de koning zoekt u. Al uw schulden zijn bij deze kwijtgescholden. Hij betaalt alles af. En zeg maar wat je wil. Kom hier wonen. Hij kreeg een huis, hij kreeg funding. En ze kregen ook ruzie, kwamen bij elkaar. Maar Wagner is dus heeft door hem dat muziekhuis kunnen bouwen. Maar er werden ook heel veel mensen... voor gecrowdfund en de sultan van Turkije betaalde geld en de onderkoning van Egypte. En nu, 150 jaar later, komen daar nog steeds ieder jaar mensen naartoe. Dus ieder jaar een maand lang de Bayreuther Festspielen met opera's van Wagner. En dat is je moet soms 10 jaar op de wachtlijst staan. ik heb mensen gesproken die dan in 2003 zijn geweest. En dan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zijn uitgeloot. En dan 2012 weer daarheen kunnen. En dan weer 4 uitgeloot zijn. En sommige mensen die zitten wat hoger in de hiërarchie. Die zijn dan president van de Wagner Society in Amerika. En die krijgen dan kaarten toegewezen. En die mogen zij dan weer verdelen. Maar je komt daar nauwelijks tussen. Dus ik ben nu daar eindelijk voor het programma wat ik ga maken voor Avrotros in het... Dat is pas volgend jaar. Maar je hoort het hier voor het eerst. Voor het eerst. Ben ik dus naar Bayreuth geweest om een opera van Wagner... Want dat huis wat hij dus wou laten bouwen, zijn eigen theater, is dat festival. Ja, dat is dus in 1876 opengegaan. Daar heeft hij de Ring des Nibelungen voor geschreven. Dat is een opera die duurt 12 uur. 12 uur? 12 uur.
En wij maar klagen over lange films tegenwoordig. 12 uur. Dan ga je iedere dag naar één opera. En dan heb je na 4 dagen heb je de hele ring. Je had die daar speciaal voor geschreven. Nou, en dit was ook de eerste keer dat er een culturele gebeurtenis was in Europa. En de volgende dag naar New York Times stond. Iedereen was daar. Iedereen kwam naar die opera. Was een groot succes. Festival was helemaal uitverkocht. En de volgende dag was hij weer helemaal failliet. Was hartstikke failliet. En toen lag het weer 4 jaar stil. En toen schreef hij nog 1 laatste opera. Waarvan hij zei, en daar ben ik dus heen geweest, Parsifal. Die mag alleen maar hier worden uitgevoerd. Nergens anders ter wereld. Want hij zegt, je gaat toch ook in een kerk ga je toch ook niet de volgende dag een feest geven? Ja. Toen, nu gebeurt dat wel. Maar ja. Zo zei hij gewoon, weet je, het is zo gewijd, zo heilig, die muziek van mij. Die kan niet in een theater waar de volgende dag weer iets anders is. Maar en hij heeft dus uitgevonden de manier waarop wij ook in het theater staan. Ja. Dat het licht uitgaat in de zaal. Ja, dat je focust op en dat je één show hebt. Ik voel me al wel eens af, hoor. Dan keek je een film en dan zag je theater van vroeger. Hè, een oude film. En dan was het licht aan. Iedereen lullen en zo. Dat je wel eens dacht van, nou, dit vind ik wel een beetje overdreven. Ja, ja. Op een gegeven moment gaat het licht toch uit. Maar hij heeft dus eigenlijk ook Broadway uitgevonden. Dat je dus één plek hebt een theater is. Ja, en dan niet alleen, de voorstelling. Het festival is ook een uitvinding van hem. Want hij bedacht, hoe moet ik nou onsterfelijk worden? Ik maak gewoon een festival dat er ieder jaar in de zomer mijn opera's worden uitgevoerd in een theater wat ik gebouwd heb. En het liefst nog alleen hier. Na 30 jaar hebben ze dat losgelaten. Dan vervalt het auteursrecht gewoon. En dan mag iedereen. Maar daardoor komen nog steeds uit de hele wereld. Ik heb mensen uit Australië gesproken, uit New York, uit LA, uit Japan, uit heel Europa. Ik zat naar Spaanse mensen voor me, zaten Britten, Fransen. Iedereen uit de hele wereld komt er naartoe en dat gaat jaar in jaar uit. Op de openingsdag komt Angela Merkel en die voorzitter van de Europese, die van der Leyen, weet je. Ursula von der Leyen. Enorm spektakel. Maar hoeveel mensen gaan erin? 1800 per dag. Zo. En meteen al echt groot. Hoe vond je dit? Was je overdonderd? Heel pittig. Het is heel pittig. Okay. Dus bijvoorbeeld, het is alsof Arie Boomsma zegt, ik vond het water koud. Het is alsof Rika Verhoeven zegt, ik vond het een pittige buikspieroefening. Ja, ik denk dat ik snap wat je bedoelt. Ja, ja, pittig. Ja. Pittig. Maar was het niet ook, was je niet op een gegeven moment dat je overdonderd, ontroerd? Ik bedoel, dat je op die plek... Zeker. Doet er af en toe weg? Nee, dat niet. Nee? Dat niet, want de stoelen zijn zo hard. Ja, ze zijn zo hard. Dat is, je gaat door alle emoties van pijn heen. Oh. Of het theater is heel koud. Ik weet nog wel eens dat wij een keertje in Praag, was ja, dat? Ja. Ah, het kerkje was het. Was het een kerk en toen hadden we allebei geen jas aan en het was winter. Ja, ja. Een leuk niemendalletje aan. Leuk open blouseje. Ja. Maar je gaat er om 4 uur in. En hoe laat kom je naar buiten? 10 uur. Precies. Nee. De tandjes. Maar ik bedoel toch even naar de ontroering. Wil het luisteraars ook horen natuurlijk. Want je bent natuurlijk groot fan van klassieke muziek. Zeker. Je kent zijn werk. Ja. En dan ben je op die plek. Ja. En dan hoor je daar die muziek. Doet dat wat? Nou, ja en ja. Jawel, zeker. Maar het is uniek, omdat als je naar een opera... Stel, je gaat naar New York of je gaat naar Parijs naar de opera. En dan zit de hele zaal vol met mensen. Nou, sommige mensen die wilden die opera zien. Hebben een jaar geleden een kaartje gekocht. Andere mensen zijn voorbij gekomen en denken, oh, leuk, een opera. Ja. Sommigen zijn op bedrijfsuitje, sommigen zijn op date. Ja. Al deze mensen, deze 1800 mensen, komen allemaal met een missie. Ja, ja. Een missie. Ze weten precies welk verhaal er verteld wordt. En dat is nogal lastig, want dit is het enige theater ongeveer wat ik ken wat niet aan boventitels doet. Ieder operahuis heeft gewoon een balk lopen. Dan zie je in het Engels en in het Duits of in het Frans, in het Engels, wat er gezegd wordt. Dat doen ze niet. Dus heel traditioneel.
Want ze gaan ervan uit dat je je huiswerk hebt gedaan, dat je weet waar het over gaat. Ja, ze gaan ervan uit dat je van 4 uur zang exact weet wat er gezongen wordt. En wow. dat weet ook bijna iedereen daar. Dus het is de drempel is heel hoog. Ja. En dat irriteert me ergens. Ja, het is een beetje elitair. Ja, dus weinig toegankelijk. Ja, maar het is niet alleen elitair. Het is dus ook zeg maar hogeschool. Dus achter mij zat een man met zijn dochter. En die dochter was 12. En hij zei de eerste keer met haar was ik hier toen ze 5 was. En sindsdien wil ze terug. Dus ik zit hier met haar. Wow. Door haar. Dus het trekt een bepaald... Het heeft iets Harry Potter-achtigs. Het is op een groene heuvel. Het heet ook de Groene Heuvel. En dan, daar staat het theater op. En dan komt iedereen daar. De heuvel opgelopen? Ja, de heuvel opgelopen. Als discipelen. Ja. Als volgelingen. Die naar de tempel gaan. Iedereen is... Ja. Het is black tie. Het is, of in traditioneel Beiers kostuum. Sommigen zien eruit als Oscar Wilde. Het heeft ook iets van een Star Wars convention. Ja. Een beetje... En iedereen loopt daar rond. Zo van, wij weten dit. Ja. En dan voordat de voorstelling begint... komen de koperblazers naar buiten, het balkon. En die spelen een aantal maten uit de opera van die avond. En dan mag de eerste groep naar binnen... die een bepaald type kaartje heeft... Komen ze nog een keer, mag de tweede groep. Het gaat toch allemaal heel georganiseerd. En dan begint het ook exact om klokslag 4 uur. Gaan de deuren ook echt dicht. Niemand komt te laat. Die pikken we er even uit. Niemand komt te laat. Oh, wacht even. Er komt wel één iemand te laat. We hadden een producer bij ons. Nee. Ik kort hem af met JP. De eerste gedeelte duurde 1 uur en 3 kwartier. Dan krijg je een uur pauze. Daarin eet je, want het is rond 6 uur. Ja. Dus is gewoon dus eten. Dat is niet te beuken. Dat is niet... Dat eten serveer je bij een natuurramp. Weet je? Er is een orkaan, alles is overstroomd. Je gaat naar een tentenkamp. Dan is dat eten daar en dan zeg je prima. Dank u wel. Ja. Ik heb toch iets binnen. Fijn. Ik herken de aardappel. Ja. Maar de rest weet nee, ik niet. Nee, maar dus dan zeg je dank u wel voor deze pasta. Hartelijk. Met dit stuk kipfilet en deze doorgekookte broccoli. Want het is geen kipfilet. Nou, ik ben toch dankbaar. Het is niet te beuken. Het is zo raar. Ja. Want het was €110 per persoon. Het eten. Wat overigens een fractie is van het kaartje. Nou ja. Pauze van een uur is bijna voorbij. Ik zeg, ik moet zeker nog even naar de wc. Want straks gaan we nog een uur en nog een uur en nog een uur. En we hebben nog net 5 minuten. En als we moeten binnen zijn, dan is het ook dicht. Ja. Dus ik naar de wc kom terug. Maar we hebben nog kleine 3 minuten. Ja. Ik weet welke trap ik op moet. Dus ik haal het precies. En toen ging hij ook naar de wc. Nog. En toen dacht ik, dat is gek. Want dat gaat hij niet. En ik dacht nog, we gaan het nu niet meer halen. En ik begon te twijfelen. Moet ik dan op hem wachten nu? Samen het niet. Samen niet halen. En ik denk, we halen het echt niet. We halen het echt niet. En dan gaat die deur dicht. En dan mis je het tweede gedeelte. Ja. En daarnaast weer een uur pauze. Dus dan moet je 2 uur overbruggen. Ja. Op een groene heuvel. Ja. Dus ik... En het was 7:15 ging het verder. Ik zie 43 worden en 44. En denk, daar komt hij. Toen kwam hij wel rennen. Ja. En toen moesten we het theater in. Daar word je tegengehouden. Want je moet iedere keer je kaartje laten zien en je paspoort. En iedereen was boos. Iedereen was gefukt. I'm a nut. Dat hoorde ik iedereen. Do you know your seats? Yes. Rennen iemand trap op. Die deur werd nog zo dicht doorheen gewurmd. En we zaten met een hele lange rij. In het midden. En er moesten zeker wel 50 mensen gaan staan. En die zeiden, you're too late. You're too late. I know. En ik wilde schreeuwen. I'm not part of your society. I am an untermensch. I have no respect for the music. That's why I'm too late. I'm free. But it is because of him. Because of his animal behavior. Let's sacrifice him. Burn him.
Ik was zo producer. Zo opgelucht toen ik zat. Oh god, oh god. Oh, you are too late. Het was zo vernederend. Want ik liep daar met mijn smoking. Dat was de hele avond. Alles was relaxed. Ik was met een chardonnaytje. En ik heb gerend als een... Als een los. Als een hond. Als een hond heb ik gerend. En ik heb zo met mijn hoofd naar beneden. I'm so sorry, I'm so sorry. En ik wilde eigenlijk... Ik meen serieus dat ik even heb overwogen... om tegen mensen te zeggen... I'm a doctor. There was an emergency. Ik zweer het. Toen dacht ik, nee, dat brengt mezelf alleen nog meer problemen. Want als er dan even later echt weer een dokter nodig is. Er in de zaal? Dan sta je daar. Dit is de totale waarheid. Er zijn twee mensen verticaal afgevoerd. Serieus. Dan twee keer, want het is een soort, iedereen zit helemaal zo. En pijn in je rug, helemaal. En mooie muziek. Het is een soort... sacrale, intense, transcendente ervaring. Dat je helemaal, soms zit je helemaal in de muziek, denk je van de schoonheid en ik begrijp het. En dan hoor je opeens weer. En dan denk je, wat heeft die persoon? Is die bevangen door de hitte of krijgt hij een beroerte? Of de duivel ingetreden. En het is helemaal pekt. En dan zie je iemand gewoon gedragen worden door 6 man die ook daar omheen zitten. En iedereen blijft strak voor zich uitkijken. Dat is ook, het is ook niet... Show, stop de show! Show must stop go the on! Show, stop de show! Dus het is ook zo van... Het is jou niet gelukt. Ja, en, weet je? Ja, we zijn allemaal oud. Een uur later weer iemand... Het weer afgevoerd. Ja, je kan... Van die soldaten bij Buckingham Palace. Die dan valt er eentje om en dan blijft de rest zo staan. Ja. Kijk, als bij onze voorstelling dat zou gebeuren... dat iemand horizontaal wordt afgevoerd... Ja, dan... Horizontaal, zei ik. Ja, precies. Ja, gestrekt, echt gestrekt. En echt door heel veel mensen moet een commotie. Dan zouden we toch stoppen. Ja. Ja. En we zouden geen grapjes over maken. En we zouden zeggen, oké, EHBO, is het gelukt. Precies, ja. Het is en toch. Als we het goede nieuws hebben, dan gaan we door met de show. Maar zo voelde het ook. Het voelde ook van, dit is, weet je, er is iets hogers gaande. En daar sterven mensen bij. Nou ja. Daar doen ze natuurlijk ook wel alles aan, die beleving. Ik bedoel, hoe je het vertelt, de lange zit, de stoelen... Ja. Maar ook naar zo'n tempel toe lopen, zo'n berg op. Het is mythevorming. Zit van iets heb in ik jou het daar. Eten? Dat moet je overleven. Nee, eten was gewoon iets. Dat is de enige verder was de meest unieke opera-ervaring die ik ooit gehad heb. Nou, wat een cool vrouw. Die Wagner. Hij is natuurlijk de laatste tijd een veel naardere manier in het nieuws, zijn naam. Maar ik vind het wel heel leuk om te horen dat Want je weet dat ik weet niet hoe die voorzitter van de Wagner Groep heet. Die is vermoord door Poetin. Ja, vermoord, Prigozhin. Prigozhin. Of Utkin. Dat waren de twee... Die was fan van... Ja, Utkin was fan van Hitler. Hitler was fan van Wagner. Ik zat in de zaal en dacht pas na een uur... ik weet nu dat ik in dezelfde ruimte zit waar Hitler is geweest. Dat was gek. Die is daar natuurlijk ook geweest. Ja. Dat heb jij wel eens in dezelfde ruimte als Hitler gezeten? Nee. Nou, dat weet ik niet. Nee, maar weten we niet. Denk je, dat is best wel gek. Die zweem houdt het ook wel een beetje, hoor. Dat je denkt... Ja? Nou ja, kijk, Hitler kwam er vanaf 1924. Het was ook een soort zomerverblijf. Ik ben in een huis geweest wat naast het huis van Wagner staat... waar de zoon van Wagner woonde. Dat was een kleiner huis. En ja, daar verbleef Hitler gewoon weken. Daar kwam Göring, daar zetten ze hun campagne op. Toen Hitler aan de macht kwam, toen kwam hij weer natuurlijk naar Bayreuth. Nam de hele nazi-top mee. En toen hij bij de voorstelling zag dat heel veel SS'ers er niet zaten... is hij alle kroegen en bordelen... langs laten gaan, want ze moesten naar het theater komen. Tuurlijk. En in de Tweede Wereldoorlog gingen de voorstellingen gewoon door. Dat moest van Hitler. Iedereen moest vechten, behalve Bayreuth. Dat bleef open. En hoe zat dat met de bezoekers? De partij kocht gewoon alle kaartjes op. Ja. Dat is net een naar smaakje eraan. Nee, dat gaat nooit meer weg. Nee, dat is zo stom eraan. Ja. En Hitler was gek op kipfilet. Ja, precies. Maar dat is het. Inderdaad, als een of andere walgelijk persoon inderdaad helemaal gek is van iets... dan besmet hij dat voor altijd. Voor iedereen. Ja. Nou,
Bijzonder. Zeker. Bijzonder mens, die Richard Wagner. Absoluut. En nog een kleine toevoeging. De producer heeft hartstikke goed gedaan, hoor. Wel, we gingen één keer te laat pissen. Ja, nou ja. Als dat het is... Ja, hè? Hè? Precies. Dan, precies. Ze pist nou eenmaal wat beter kan produceren. Klasse. All right. Dan ga ik ook, want ik ben niet alleen in Parijs geweest en in Kroatië. Oh. Nee, ik heb er een nieuw lievelingsland bij. En een nieuwe lievelingsplaats waar ik heel graag een keertje ook met jullie naartoe ga. Ik ben namelijk met een vriendin en de kinderen naar Schotland geweest. Scotland. Scotland. 4,5 dag. We hadden nog 4,5 dag met z'n... shrimp on the barbie. we hadden nog 4,5 dag, of 5 dagen hadden we met z'n vieren vrij. En toen hebben we last minute, bam, Edinburgh. Vliegen op Edinburgh. En ik wou naar Schotland. Je vliegt gratis. Je vliegt gratis qua tijd. Want het is een uur vliegen. En het is een uurtijdverschil. Dus je komt aan op het moment dat je vertrekt. Dat is zo kicken. Ja, dat is voor sommige mensen een heel andere gratis, hoor. Ja, maar ik bedoel, ja. Tijd gratis. Ja. Dit is zo lekker. Oh, we vliegen om 3 uur. Hoe laat komen we aan? 3 uur. Hop, dat is dit. En je bent er. Ja. Dus dat is een tijdmachine. En terug niet, hè? Terug niet. Nee, terug niet. Maar dat is dit. Nu focus je op het negatief. Ja. En ik focus graag op positief. Hé, wacht. Nou ja. Jongens, productie, wat is dit? Wie zijn dit? Dat meen je niet. Zijn we weer gehackt? Ja, nou ja, ik denk van wel. Nou, dat krijg je met een onveilige internetverbinding. Ja. Ruben, jij zou dit toch regelen? Wat? Ik? Ja. Wat zou ik regelen? Jij zou de VPN, de Virtual Private Network, zou jij regelen? De dienst die ervoor zorgt dat je internetverbinding en privacy online beschermd worden. Waardoor je serveractiviteiten en je IP-adres ook verborgen blijven. En waardoor je openbare wifi veilig kan gebruiken. Ja, exact. Sorry mannen. Ja, nu weet ik het weer. Weet je het weer? Ik weet niet. Hoe kan ik dat nou vergeten zijn? Ja. Hoe heet die dienst ook alweer? NordVPN! Ja. NordVPN. Kan je dus in één klik je locatie veranderen naar een ander land. Huh? Waardoor je ook nog eens sportwedstrijden, films, series die hier niet beschikbaar zijn, toch kan kijken. Ja, hey, maar dan laten we dan zo snel mogelijk dit gaan aanschaffen. Oké, terwijl jij bezig bent, kan Ruben Nicolai ons misschien vertellen wat voor voordelen er nog meer aan NordVPN zitten? Nou ja, ten eerste dus omdat onze systemen dan niet meer verstoord worden door gevaarlijke malware. En dat lijkt me wel zo prettig voor onze podcast. Absoluut. Toch? Ja, dat lijkt me wel. En ten tweede, omdat je met de code RubenTelRuben een speciale NordVPN deal krijgt. Oké. Maar als ik dan niet 100% tevreden ben? Dan kan je binnen 30 dagen gratis annuleren. Ja oké? Okay? Oh? Nee? Ja? En maar ik garandeer je, je gaat tevreden zijn. Okay. Ja man, je gaat hier helemaal geen spijt van krijgen. Dus luisteraars, voor jullie ook, ga naar nordvpn.com/RubenTelRuben of je klikt op de link in de show notes. Nou, dan kunnen wij verder met de podcast. Maar we zijn dus op Edinburgh. Wat toch echt irritant is dat je het zo moet uitspreken. Omdat er staat gewoon Edinburgh. Er staat Edinburgh, maar je zegt Edinburgh. Maar goed, dat is ook hun goed recht. Zij mogen het zelf weten hoe je dat uitspreekt, vind ik. Daar zijn we op gevlogen. Toen zijn we een uur gaan rijden naar Melrose. Een klein plaatsje. En daar was ik 1 keer eerder geweest. Melrose Place. Mooi. Nee, Love. Melrose Abbey. Dat is een gigantische... kathedraal die in een ruïne, die daar dus al eeuwen en eeuwen staat. Daar ben ik 1 keer eerder geweest. Dat hebben jullie natuurlijk gezien, want jullie volgen mijn carrière op de voet. En jullie hebben natuurlijk gezien toen ik meedeed aan het programma Verborgen Verleden. Ja. Die uitzending kennen jullie natuurlijk nog uit je hoofd. Ja, maar dat verleden heb ik ook verborgen. Ja, wat ging jij dan verbergen uit je verleden? Daar heb ik een kuil gegraven. En daar heb ik mijn internetzoekgeschiedenis in begraven. Bam. Nee, daar ben ik geweest in verborgen verleden. Jaren geleden kwam uit dat een heel verre voorvader van ons is Michael Scott the Wizard. We hebben het hier over de 13e eeuw, dames en heren. En dit was een man die sterrenkunde, wiskunde had gestudeerd, heel veel talen. Een vriend was aan meerdere hoven in Europa. Nog voorkomt in Dante's Inferno, waar die wordt gezegd dat mensen zoals hij in de hel moeten. Omdat het vuile wichelroede lopers zijn en oplichters. Dat die heb je moeten... al graag. Gauw, hè, met een wizard. Ja. De beste man heeft ook
gevochten met de duivel. Mm. Ja, heeft in een gevecht met de duivel heeft hij Elden Hill, dat was een gigantisch heuvel. En door dat gevecht is die heuvel de helft geworden en in drieën gespleten. Dat heeft dus mijn voorvader gedaan, Michael Scott the Wizard, met zijn staf. Dat is een soort Gandalf. Ja. Ja. Ja, maar dat vond ik dus heel leuk om de kinderen daarmee naartoe te nemen. Omdat ja, ik vond het zelf toen een hele leuke tocht naar Schotland. En dus nu hadden we een leuke reden om daar naartoe te gaan. We hebben dat graf bezocht, kom je daar aan. Ja, we're here to visit the grave of Michael Scott. Oh, that's not possible. It's closed. No, no, but we come from Amsterdam to visit the grave. No, it's closed because of danger. Maybe things will fall in your head. Dus we konden van een afstandje kijken, net om het hoekje. Ja, daar om de hoek is het. Ja, leuk, pap. Maar goed, dat was toch wel een prachtig countryside. We hebben croquet gespeeld bij de barrel. We hebben pijlenboog geschoten op het gazon van het hotel. Het was echt Schots prachtig platteland. En daarna zijn we Edinburgh zelf ingegaan. Daar was het Fringe Festival. Dat kennen jullie natuurlijk. Ja, zeker, comedy. Comedy, Ian McClellan. Maar dat is een maand lang, hè? Ja, daarom, nee, er komt geen end aan. Het is in augustus. Ja. Wanneer is het festival? Augustus. Ja, ja. Welke dag? Augustus. Ja. De hele maand staat die stad op z'n kop. Ja. En is er overal in kleine zaaltjes, grote zaaltjes, op straat. Ja. Overal zijn voorstellingen. Comedy, comedy, comedy. Ja. Niet alleen comedy, wel heel veel comedy. Ja, ook met mensen die circus, jong leren. Dansen. Dan, ja, precies. Ja, precies, ja. Ja, ja, ja. Straatartiesten. Ja, zeker. Daar hebben we ook nog 2 dagen rondgelopen met zeer veel plezier. We zijn, ik had onze Wilco te Wijn gevraagd, die daar ook wel eens had opgetreden. Ik zei, jij weet het natuurlijk, heb je een tip naar wie we moeten gaan? En een uur later was hij er. Nou, hij had een geeft tip. Mijn vinger. Hij had een tip. En neemt de hele fles. Hij zei, hij zei namelijk, je moet naar Ed Byrne. Ed Byrne. Ja, maar je schrijft Byrne. B-Y-R-N-E. Ja, precies. Ja. Hij ziet er een hele lange, dunne slungel. Dat weet ik niet. Want ik ging naar iemand, ja, die heet Byrne. Ja, hij zal vast Ed wel. Hij zal hem wel goed kennen en hij noemt hem waarschijnlijk Ed. Maar hij heet Shane. Ja. Dus daar hadden we kaarten voor geboekt. Dus ik zei, is dit hem? Nee, dat is hem niet. De Shane van niet. Shane van niet. Shane iemand anders te zijn. Maar Ed Byrne. Toen heb jij een. Nee, dus die hebben we niet gezien. Nee, maar toen heb je een kaart geboekt voor iemand die een andere naam heeft. Of... Met wel dezelfde achternaam, maar een andere voornaam. Want ik dacht, Wilco kent hem persoonlijk. Ja. En die noemt hem altijd Ed. Oh ja, oké. Okay. Zoals Wilco toch kan praten over andere mensen. Dus, ja, nou, hoor. Dus ik stuurde, is dit hem? Nee, dat is hem niet. Nou goed, toch naar die voorstelling. Dus, wij kwamen in de zaal. Als jij bij Ajax technisch beleid had gevoerd, dan had jij bijvoorbeeld Hakim van Sesamstraat. gehaald. Ja, onder ja. Het mom van... Dat is toch... Dat is toch Hakim? Dat is toch die getalenteerde Marokkaanse voetballer? Hij had, ja, hij heette ook Hakim. Ja, maar wel, ja. Wel als Wilco advies geeft. Ja, dan moet ik hem daar geven. Dankjewel. Ja. Maar dat was een hartstikke grappige voorstelling. Dat was een hartstikke grappige gast. Zijn voorstelling heet But He's Gay. En dat was hij. Screaming Gay. Echt, maar daar maakte hij zelf zo ontzettend veel grappen over. Dus wij kwamen... Laat aan, mind you. Ja. Het was net een minuut al begonnen. En er waren nog 4 stoelen vrij, want wij waren de 4 laatste kaartjes. Ja. En waar waren die 4 stoelen? Op de eerste rij. Waar? In het midden. Dus wij moesten sterker nog een heel klein beetje over het podium lopen, terwijl hij al bezig was. Sorry. En dus ook onder andere met mijn jongste van 12 jaar. En dat zag hij ook. En toen zei hij... Oh my god, there's a child. There's a child now. Oh, I'm so sorry. It's gonna be kind of blowjobby. It's gonna be kind of blowjobby. Oh my god, oh, I don't know. En dat werd zo grappig. We hebben er echt gegierd van het lachen. Het was echt... En de stad is waanzinnig. Ik neem jullie er heel graag een keer mee toe. Want dat wordt zo'n leuk weekend, dat weet je zeker. En je hoeft niet eens tijdens het festival te gaan. De stad is zo achterlijk mooi... Kasteel na kasteel na kasteel. Het is alsof je door een openluchtmuseum van de middeleeuwen... van de succesvolle middeleeuwen. Ja. Niet de middeleeuwen in Drenthe. Nee, de middeleeuwen in een succesvolle of stad. Of een andere provincie. Ja, precies. Niet per se Drenthe. Nee, inderdaad. Noord-Rijn-Westfalen. Ah, ja, heel succesvol waren ze daar in Drenthe met turf. Ja, oké. Okay. Maar ik bedoel dus niet met kastelen bouwen, precies. En mooie vlaggen en weet ik veel wat. Weten we niet.
Oké, ik ga toch terug naar Edinburgh. Graag met jullie. En als het zo doorgaat, zonder jullie. Maar we zijn daar ook bij het kasteel geweest. Edinburgh Castle. Vreselijk veel mooie verhalen gehoord. Eén daarvan wil ik jullie niet onthouden. Er is een soldaat geweest, die wordt daar ook geëerd. En dat is Bill Millen, de Mad Piper. Ja, de Mad Piper. Giebel maar even. I'm gay. Oh, het kan een blowjobby. Goed, deze Bill Millen is bekend van zijn actie tijdens de Tweede Wereldoorlog. En daar gaat de sfeer. Namelijk bij D-Day. Hij was onderdeel van een Engels regiment, maar met een paar Schotten. En bij de Tweede Wereldoorlog hadden ze net gezegd, die muziek die bij de voorste linie altijd was, dat mag niet meer. Dat willen we aan de achterkant hebben, want dat slaat nergens op en die mensen worden toch maar doodgeschoten en dan moet je over een lijk heen stappen. En ze geven toch weg waar we zitten. Dat is ook nog wel eens een ding met oorlog. Het was niet bij de verkenners. Het was inderdaad bij de stootstroepen. Dankjewel. Maar dus bij D-Day op Sword Beach. Want hij werd, voordat ze naar Normandië vertrokken, zei zijn sergeant, ja, jij moet die doedelzak meenemen, want jij kan dat spelen. En zei hij, ja, maar dat mag toch niet meer? We moeten toch nu achteraan? En toen zei die sergeant, nee, dat zijn de Engelse regels. En dat geldt niet voor ons, want wij zijn Schotten. Dat tekent echt de Schot. Because they know it's not true, but they find a loophole. En dus Bill Millen, de Mad Piper, waarom heet hij de Mad Piper? Die is dus op het strand langs de kustlijn van Sword Beach, Normandië, heen en weer in zijn kilt die zijn grootvader droeg tijdens de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen. In die kilt. Dat is duurzaam. Dat is inderdaad duurzaam. Want ook geen onderbroek. Dus dat scheelt ook weer stof. Heeft hij die kustlijn afgewandeld en waar om hem heen duizenden soldaten werden doodgeschoten. Bleef hij, wonder boven wonder, werd hij niet geraakt. En heeft hij op en neer. Bleef maar spelen. Nou ja, uiteindelijk nemen ze dus het strand. Hij heeft gevangen genomen Duitse soldaten, beweert hij, zelf nog geïnterviewd en ondervraagd. En gezegd, waarom hebben jullie niet op mij geschoten? Ja. En zij zeiden, omdat zij nog nooit een doedelzak hadden gezien en een man in een rok, dachten ze, die man is gek. Daar gaan we niet op schieten. Die is gek. Die dacht echt dat hij gek was. Dus nou ja, dus schiet maar op die mensen met een geweer. Daar hebben we wat aan. Want nou, die man is toch gek. Ja, laat die maar gaan. Ook, iemand die uit muziekserie is, ga ik niet doodschieten. Nou ja, dus wel in, daarom heet hij The Mad Piper. Maar ja, dat is een van de vele prachtige verhalen die je daar ziet. Nog één ander ding. Daar staat ook een beeld van een andere veldheer. En ik dacht, dit is misschien een leuk weetje voor de luisteraars, maar misschien ook voor jullie. Weten jullie wat de regels zijn van een standbeeld van als je daar een man op een paard ziet? Vaak zijn het mannen op een paard. Ja, ik weet de regels niet. Als het paard alle vier de benen op de grond heeft, dan is degene op het paard een natuurlijke dood gestorven. Oh. Heeft het paard één been in de lucht, dan is die in de strijd gewond geraakt. En twee benen in de lucht, kan een voor- en een achterbeen zijn of twee voorbenen, dan is diegene in de strijd gestorven. Nou, dat zijn van die leuke weetjes. Ja, dan kan je weer eens interessant doen. Ik ga weer heel anders kijken naar de postman. Ik heb een kosten. Oh, inderdaad. In godsnaam, ga daar anders naar kijken. Dan wordt het tenminste wat. Nou, dan hebben we nog, nou ja, we zijn best wel lang bezig, maar ik heb gewoon even een klein leuk vragenlijstje samengesteld. Want wij doen altijd zo'n leuk, de allerslechtste. Maar ja, ja. Aangezien wij hier niet echt heel erg kunnen gaan improviseren, heb ik gewoon de allerslechtste vragenlijst. De allerslechtste vragenlijst. Ja. En ook omdat wij alleen maar zenden, bedoel je, is het nu meer. Nou ja, ik dacht laat eens met ontvangen. Zo het eventjes aanzwengelen, dit gesprek. Kijk. Want laat ik beginnen met, wat is de allerslechtste muziek om seks bij te hebben? Smurfenhouse. Irene Moors en de Smurfen, denk ik. Ja. Oh, dat is het eenmaal. Kunnen jullie door in waterbaan gaan? Ja, dat lijkt me vreselijk om te horen op dat moment. Ja. Ik. Woestel en Pip. Oh ja. Al die. Of die opera van 12 uur. Nou. Oh. Nou, dan moet je hem wel al die tijd stijf houden. Kijk.
Dan kan je beter je erectie bewaren. Ja. Want wie wat bewaart, die heeft wat. Die krijgt wat. Ja. Ja, nee, ik moest eraan denken, want ik was door mijn cassettebandjes heen aan het gaan. Ik had weer een cassetterecorder en toen ging ik... En toen vulde ik altijd het einde op. Ja, luisteraars, vroeger was de muziekdrager een cassetteband. En dan maakten we van die leuke bandjes. Ja. En dan had je aan het eind zo 1 minuut of 2 minuutjes over. En toen kon ik me herinneren, dit heb ik nog eens een keer op vakantie. Dacht ik zet, want het was de B-kant, was de zwoele kant. Ja. En toen had ik nog 2 minuutjes over. En mijn broer zat in een punkband. En toen had ik daar nog 1 nummer van mijn broer achteraan gezet. Punkmuziek. En toen weet ik nog dat het een keer overging in punkmuziek. Terwijl we net lekker zwoel aan het ja. Ah, ja, dat was get jouw... Get up. Ja. Jouw mood tape, zullen we zeggen. De mood tape. For get in the mood. En toen kreeg je opeens een stukje punkmuziek. Toen kwam daar opeens harde kut... punkmuziek overeind. En weg was die badmeester. Kom op, we hebben altijd wel op vakantie keer met een badmeester. Hm? Okay. Huh? Volgende vraag. Oké. Wat was jullie allerslechtste fotoshoot ooit? Kun je dat herinneren? Ja? Op de basisschool. Gewoon, ja. Nee, ja, dat was net de basis, of was dat al middelbare school? Ging ik heel grappig doen. Ging mijn bril op mijn neus zetten. Bij de, en dan heb je een jaar lang dat soort pasfoto's. Zo stupid. Oh, lachen. Stom kijken. En die gast dacht, oké. Ja, ik heb wel eens een bril gehad. Ja. Ik heb mijn ogen ook laten laseren. En jij bent niet getrouwd. We kennen elkaar niet zo goed eigenlijk. Maar als kind een bril. Dus alleen maar over jezelf aan praten de hele tijd. Daardoor komt het. Ja. En dit heb je ook weer niet gehoord. Nee. Precies. Ja. Maar dat is denk ik mijn slechtste foto. Of tenminste, daar heb ik het meest last zelf van ondervonden. Nou, ik moet zeggen, nee, ik weet wel dat wij voor de lama's werden gefotografeerd toen het begon. Ah. Nee, het moest nog beginnen. En wij gingen, wij waren bij BNN in de Arendstraat. Dit is dus 2004. Ja. En daar waren we voor een afspraak. En dan werd er ook door dan een stagiair of zo gezegd... kom, we maken ook even wat foto's. Ja, ja, ja. En toen liepen we dat pand uit. Daarachter is een bosje. Bosje. En daar werd dan de persfoto's genomen. En ik weet nog dat ik dacht... je moet wel nu gewoon, zeg maar, normaal die foto gaan staan. Want die kan je nog wel eens lang blijven achtervolgen. Want dat zei ik vooral tegen Ari... die altijd als een mogol op de foto ging staan. Ja. En dat is de eerste foto. We zijn allemaal heel wit. Ja. Ik heb heel zwart haar. Ja. Ik heb ook een linnen kostuum aan. Ja. Ja, een linnen broek. En volgens mij ruik ik aan het haar van Ari. En de eerste opname was het weer. Zo gingen we weer een foto maken. En zei ik weer, jongens, die foto, dit kan nog wel eens heel lang... Het kan een stik. Doe nou. En je ziet ook dat zijn hand beweegt ook. Op de persfoto. Hij is iets aan het doen met een tulp. Aan het... Maar dat ik daarmee bezig was. Dat ik een soort in mijn achterhoofd gevoel had van... Je zal zien, de eerste foto van dit project, die blijft maar terugkomen. Ja, nou ja, dat is het. Die blijven maar terugkomen. Ja. Ik heb toen voor Budget TV ooit een foto... En het soort theedoek polo shirt. Blauw-wit geblokt. En dit is op een maandag, want hier ben je glad geschoren. Zo, ik was glad. Ik was spek glad. Ja. Het lijkt wel alsof je in een ketel met ontharingscreme bent gevallen. Er is nergens een haar. Heb je je wenkbrauwen? Of? Ik had volgens mij een leren jek en een ontstoken oog. Dat weet ik ook nog. Deze. Ik dacht, oh, dat rode oog. Oh, god. En elke keer duikt die foto weer op. Ja. Ook. Het is verschrikkelijk. Het is echt een echt walgelijke... Je ziet eruit als een gabberkakker. Nee, je ziet eruit als een... Rechtsextremist. Ja, rechtsextremistische advocaat in zijn vrije tijd. Oh. Ja, hooligan. Een opgewekte neonazi. Een Benetton hooligan. Benetton. Ja. Benetton. Een ubervrolijk bench. Een hele bekakte hooligan. Hey, stelletje rotzakken.
Gaan ze naar je eigen land terug? Maar ik weet nog dat ze ook en zei, kopen ze een mooie Spencer. Doe, en nu even iets geks. Ja. Doe eventjes iets. Ja, maar dat. Ik dacht dat jij daar namelijk naartoe ging. Hoe vaak wordt dat wel niet? Oké, doe het nou eens gek. Ja. Ja. En dan doe je even één dingetje gek van cynisch. Die heb ik. Ja, hebben. Hebben. Ja. Ah, kut. Ja, die bedoelde ik. Die wilde ik niet dat jullie... Oh, je bedoelt zeker zo. Ja, hebben. Nou. Goed. Het slechtste restaurant waar je ooit gegeten hebt. Zou je daar zo gelijk... Gouda. Ik weet Gouda. Ja. Ik weet nog de... Dat was... Ja, en... En kan jij nog Den Haag herinneren? Jeroen van der Boom. Oh, Scheveningen. Oh man, ja. En een, ja, in ja. Een, het duurde ik, maar en is het duurde ik maar. Ik weet niet of het Libanees was. Libanees. Mij, ja. Het kwam niet. Het eten kwam niet. Wat je ook zei. Maar zei, ja, ja. Ik ben ook uiteindelijk weer... Ik ben wel weggegaan. Ik heb daar niet gegeten. Nee. Jij hebt dat niet gegeten. Maar ik heb allemaal bakjes waarom meegenomen. Waarom word je Groen van de Boom hierbij gehaald? Omdat ja, hij speelde toen mee. En er was toen een... Nu dat het zijn restaurant is. Nee. Jeroen van de Boom was de gast. En, we hadden toen nog gasten. En een bevriende vriend van mij was toen tourmanager. Ja? Nee, ik kan die naam niet noemen. Ik kan die naam niet noemen. Nee, ga ik niet noemen? Nee, ga ik niet noemen. Dat is ook een vrolijke hooligan. Bevriende vriend. Het is een kennis die ik goed ken. Die ooit een vriend was. Ja. Die had dat restaurant uitgekozen. Ja, shut up. Zo'n goede term. Het was maandag, we speelden Circus Theater. En je speelt altijd op maandag in het Circus Theater, want dat is de enige plek. Dat was een loopafstand. Het was vreselijk. Dat je ook wist, er zijn nog 4000 plekken waar we kunnen eten. En dit is helemaal niet op loopafstand. En volgens mij had hij net 10 minuten ervoor besproken. Want ze schrokken gewoon dat we binnenkwamen. Die vrouw zei, die de bestelling opnam, ik werk hier niet. Ja. I kid you not. Ja. Ik werk hier niet. Ik ben net gebeld. Ik werk hier niet. En ja, we moesten om 8 uur het podium. En het kwam. Het eten kwam niet. En iedere keer als je zei, het moet nu. Dan zei die, zei die man, en dat is niet in a racist kind of way. Maar, ja, het komt. Kom nu. Als een aannemer die huis verbouwt. Hoe lang gaat het nog duren? Twee weken. Nu. En ik heb ook in de keuken staan. Nu. Wat heb je de nu? In de keuken gestaan? Ja, wat heb je nu? En toen zei ik op een gegeven moment, trok mijn jas aan. Oké, we gaan. Nee. Nee. Eten komt nu. Nee. Ik weet niet meer hoe het is afgelopen. Ik ben weggegaan. Volgens mij is eten ingepakt en meegegaan of zo. Ik heb daar toch nog iets gegeten. Staand aan tafel met mijn jas aan. Want ik had zo'n honger. Ja, maar, En toen is het allemaal in tassen meegegaan. En het was... Ja, ik dacht... Hé, maar het is gewoon hummus. Met brood. Dat was gisteren al klaar. Zo te proeven eergisteren. Eigenlijk is dat eten dat niet komt erger dan slecht eten. Slecht eten vergeet je wel. Ja. Nou, ik moet wel gelijk denken aan de... Was het een Griek in Rotterdam? En volgens mij was het niet eens slecht eten. Alleen onze toenmalige tourmanager, wat ook een bevriend vriend is... die haalde toen net de deur. Want die was misselijk. Ja. Maar dat lag niet aan het eten, nee, toch? Of dat lag meer aan zijn bui? Zeker, nee. We hebben dat restaurant als Nieuwe Luxor. En dat was gewoon het dichtstbijzijnse restaurant. Ja. Ja. En maar hij had afgerekend en hij duwde nog iemand aan de andere kant voor de deur. Hij projectiel kotste echt op het terras van het restaurant. Nee, ik had nergens last van. Nee. Ik moet zeggen, dat heb ik eigenlijk nooit gehad in een restaurant. Nee, precies. Ja, ik heb dus nog wel een keer bij een Mexicaan gegeten. Echt, en dat weet ik gewoon, was in 88 of 89 Mexicaan in de Utrechtse straat. En alles smaakte exact hetzelfde. alles had dezelfde smaak. Het was niet normaal. Maakt niet uit wat Cajun. Je... Ja, het was verschrikkelijk. Cajun. En was duidelijk dat zij net ook... De magnetron was net geïntroduceerd. Ja. Want je hoorde de hele tijd ping. Nou, en ze gingen... Hadden ze ook warme sombrero's. Oh, my head is hot. Dat is echt je slechtste Mexicaanse ooit. Maar hij is hard. Dat klinkt als een Aziat in Mexico. En dat kan. Natuurlijk kan dat. Ja, dat kan. Maar volgens mij was je daar niet voor aan het
gaan. Nee, maar ik vond het zo grappig. Wat is er, Sammy? Ben je genoeg? Heb je... Het zit op 1 uur en 10 minuten. Ja, maar dit is de hoogte van de podcast. Zo gaat hij heten. De podcast gaat heten De Bevriende Vriend. We zijn aan het hoogtepunt aan het werken. Ja. We zijn het heel mensen. Hang in there. Hang in there. En je hebt nog 8 graden. Nee. Oké, okay. Door naar de volgende. We hebben het begint te lopen. Ik dacht, dat is leuk. Zoals het alle slechtste alle tijden, maar dan gewoon vragen. Ja. En dan schieten. Maar waarom worden we nooit een keer slim en zeg jij... Nou, leuk verhaal, Oprah, leuk verhaal, Schotland. Ik heb me nog 2 keer afgetrokken. Dat was mijn zomer. En dat we dan dit in de backstage doen. Waarom moet alles weer hierin? Weet je wat? We gaan die andere vragen verder in de backstage doen. Dat is een top idee. Want het is ook voor luisteraars die nog twijfelen... of ze lid moeten worden via petjeaf.com/RubenTelRuben. Die twijfelaars trekken we daarmee over de streep. Want precies. Nog 1 vraag waar we dus antwoord op gaan geven in de backstage. Wat is de slechtste aankoop die je ooit gedaan hebt? Nou, ik heb van een bevriende vriend. Daarover meer in de backstage. Wil je dus naar die backstage? Ga dan naar petjeaf.com/RubenTelRuben. En daar kun je lid worden. Heb je voor €2 per maand 2 podcasts erbij. Volg ons ook op Instagram of TikTok. TikTok, dacht ik. Want wij zijn van de generatie cassettebandjes. Dat mag Ruben. En je kunt dus zijn podcast... ook hip. TikTok. Hoe heet het ook alweer? TikTok. Ik weet heus wel wat TikTok is. Maar dat zijn toch pepermuntjes? Wil je de podcast zien? Dat kan ook, want we nemen het op met videoapparatuur. En dat kun je dan zien op YouTube. Ruben Tel Ruben. En like dat. En abonneer is ook welkom. Ja, liken zou echt heel goed. Geef ons sterren op Spotify of ergens anders. Duimpjes omhoog, dat soort dingen. Ja, man. Dat is goed voor ons. Als we meedoen aan de wedstrijd, als er een award winnen is. En wij zijn... Stem gewoon. Nee, stem niet. Nee. We moeten stoppen met oproepen. Erg is dat, hè? Ja. Dat gebedel. Ja. Dat je dus mensen inhuurt met een iPad. Ja. En die een festivalterrein opstuurt. Want jij hebt gezien bij de laatste 10 van de presentatoren, televisiering, daar zit jij bij. Ja, ja. Maar ik heb ook gehoord dat nog helemaal niet echt de laatste 10 zijn. Ik heb mezelf teruggetrokken. En ik heb gezegd, ik wil daar helemaal niks over lezen in de media. Ik wil helemaal onder pet. Wat chic. Maar geef mijn stemmen aan Ruben. Verdeel het over de rest, maar geef het meeste aan Ruben. Wow. Daarom zit je erbij. En dat wil je dus niet bekendmaken bij het grote publiek. Nee. Dat wil je onder ons houden. Ja. Klasse. Ja. Daarover meer in Daarom de backstage. Daarom ben jij een van mijn beste bevriende vrienden. Lieve luisteraars, dank voor uw oeverloze geduld, zou ik bijna willen zeggen. Je zit waarschijnlijk al heel lang in je auto voor de deur. Wanneer kan ik eigenlijk naar binnen? Wanneer kan ik terug naar die toxic relationship? Ja, die hond wil al lang weer naar binnen. Die heb ik al uitgevrongen om er nog een drolletje uit te krijgen. Heel graag tot of in de backstage of tot de volgende keer. Bewaar je erectie voor een mooi moment. Tot ziens. Dag vrienden. Tot zondag. De podcast.